de analyse van de beide trainers naar deze wedstrijd. DVS 33 Lisse. Ooit op dit niveau zo'n nederlaag geleden, trainer, coach Robert de Ruiter van FC Lisse? Nee, ik kan kort en bondig op antwoorden. Nee, dat is me nog nooit overkomen. Nee. Ik had het met Bert in de voorbeschouwing over hoe het ongeveer zou verlopen, de wedstrijd. En Bert had het over een open wedstrijd, omdat Lisse eigenlijk ook voor het voetbal gaat. En heeft jullie dat de das omgedaan? Nee hoor, want dat was niet de intentie van ons. Kijk, ik wist een klein beetje op voorhand dat het de mannen tegen de jongens zou worden. Wat een extreem jonge ploeg. Ik mis gewoon heel veel jongens. Dat is geen excuus. Maar dan moet je, want de rest krijgt dan een kans om zich ook waar te maken. En dat heb ik ze vooraf van harte gegund. En op het moment dat je Roemion Pilon hebt lopen bij een tegenstander, weet je gewoon dat je als je open kan spelen, als je open gaat spelen, dat het je kop kost. Dus de intentie was zeker niet om de boel open te gooien. Ik vond ook dat we de eerste 7, 8 minuten gewoon goed in de wedstrijd zaten. En eigenlijk na die 2-0 was het gebroken. Toen was elke keuze was fout en elke actie van DVS was doeltreffend. En eigenlijk na die 2-0 zijn we volledig vernederd. Oké. Robert rept over Olivier Pilon en Benjamin Roumillon. Maar zelf vond ik de rol die Barry Powell speelde. Het is echt zo'n targetman die natuurlijk niet te veel ruimte moet geven. En daardoor kwam er heel veel ruimte voor die andere twee snelle aanvallers. Bert, mee eens? Nou, ik wil zeggen ook richting Robert, want ik geef het je doen. Hij zegt, er is geen excuus met zoveel invallers. Maar dat mag als trainer wel eens een keer als excuus genoemd worden voor FC Lisse. Want dat zit dan niet mee. En dan zie je dat hun ritmes ontbreken, hè, bepaalde vastigheden. Maar wij zijn daar goed mee omgegaan. We weten gewoon, hè, wat ik voor de wedstrijd aangaf met Barry, dan kun je iets extra's doen ten aanzien van aanvalspatronen. Ja, want we kwamen er eigenlijk helemaal niet in het begin van de wedstrijd, deed het gewoon niet goed. Ja, en één crosspaas op Barry die dat goede duel wint. En eigenlijk door die 1-0 kom je in de wedstrijd. En daarna ben je natuurlijk wel oppermachtig. Dat scheelt, dat is het voordeel van Barry op dat moment. Maar daarna vind ik gewoon dat we heel effectief zijn geweest in onze aanvalspatronen. Goed gevoetbald hebben. Ja, en heb je natuurlijk tot de rust, ik vind, een goede voetbalperformance gegeven. Inderdaad, een hele goede voetbalperformance. En dat is voor jou natuurlijk wel heel erg moeilijk coachen nog langs de lijn. Wat moet je dan nog zeggen, ook in de rust? Nou ja, kijk, je hoopt niet op een uiteindelijke afstraffing zoals die komen, of tenminste uiteindelijk is neergelegd. Je zegt 9-0 Eemdijk, je noemt 8-1 SJC. En kost wat het kost, wilden we niet dat het ons zou overkomen. Dan moet ik ook toch weer mijn naamgenoot aanhouden, want als je ziet hoe hij die achtste goal binnenlegt, zo fluweel. Heel simpel weggelopen bij de man, vrije trap. En hij legt hem zo makkelijk over mijn keepertje heen. Ja, daar geniet ik ook van, dat meen ik echt. Zelfs als tegenstander, als het de achtste goal is. Hoe ziek je er ook van bent. Dus het was een voetbalshow in alle opzichten. Ik heb medelijden gehad met mijn jongens. Nogmaals, het is me nog nooit overkomen op deze manier. Ik heb gelukkig het ooit wel eens aan de andere kant mee mogen maken. Maar ik hoop dat dit ons sterkt en wij hebben niets te zoeken bij Quick Boys Noordwijk DVS. En dat bleek in het begin en dat blijkt nu maar dubbel op. Ondanks de blessures, zelfs met een fitte ploeg hebben wij nog even niks te zoeken in de top van deze derde divisie. En we zullen ons voornamelijk moeten focussen rondom het midden. En dan moeten we dit verlies heel makkelijk accepteren eigenlijk, hoe zwaar het ook is. En gewoon doorpakken. Eens ben ik een keer neergezabeld toen ik ook vroeg aan de trainer van de tegenstander van DVS. Kun je wel genieten van het spelletje van DVS? Maar ik ben blij dat jij dat zelf vanuit jezelf dat hebt gezegd. Bert, jij moet genoten hebben echt vandaag. Ja. Ook van de tweede helft soms. Nou, minder natuurlijk. Het was even lastig in de rust om de kopjes weer helemaal scherp te krijgen. Ik heb een uitdaging bij ze neergelegd. Nou, die hebben ze dan niet gepakt. Dat is jammer. Ik vind wel, ja, weet je, wat moet je nog doen als speler? Hè? Je moet jezelf nog gaan dwingen om in de score uit te lopen. Maar het belangrijkste was voor mij geen kaartenlast, geen blessures en die nul houden. Nou, dat is niet gelukt. Dat vind ik jammer.
Maar goed, je zag gewoon dat er veel minder werd vrijgelopen, minder energie in de wedstrijd werd gestoken. Maar dat vind ik hartstikke lastig als je zo'n eerste helft, of hartstikke begrijpelijk als je een eerste helft hebt gespeeld. En nou, dit is gewoon prima. Ik denk het publiek genoten heeft en dit was goed voor vandaag. Volgende week revanche tegen? Noordwijk. Revanche. Ja, dat zal ook lastig worden. Ik ben heel benieuwd. Mijn keeper, die heeft nu ook weer een dikke knie. Ja, dan komt er een jongen van 18 op de goal, 19. Ja, nou ja, goed, daar hebben we gewoon mee te maken. En we moeten dit meer nooit laten overkomen. En volgende week tegen Noordwijk wordt het gewoon weer lastig. En dan krijgen we een rits in mijn ogen waarbij we wel punten moeten pakken. En ons zeker niet rijker rekenen. Ik zeg volgende week tegen Noordwijk winnen, Robert. Ja, goed, ik heb er 5 jaar rondgelopen als trainer bij Noordwijk. En je weet hoe het is om tegen jouw ploeg te mogen spelen. Dus gebrand zal ik zeker zijn en we zullen ons ding in de best doen. Oké, volgende week. Bert, je mag het erover hebben. Eindelijk, hè? Nou ja, prachtig. Veel mensen zien ernaar uit natuurlijk. En de verwachtingen zijn hoog gespannen natuurlijk vanuit onze kant. Prachtig, man. Derby, hopelijk 2500 en 3000 mensen. Nou, dan kan geen één speler slecht spelen. En we zien eruit om daar naartoe te gaan. Oké. Beide trainers, bedankt voor deze analyse. Robert, succes. Sterkte verder. Ja.